Hallo lieve mensen, ik ben Yvonne Baank, medium, paragnost en healer. En ik wil het nu over een heel leuk en interessant onderwerp hebben. Het reïncarneren van onze dieren. Want ook dieren reïncarneren. En dat wil zeggen dat de ziel van een dier weer terugkomt in een ander dier. En wat houdt dat in? Heel vaak als wij een hele close band hebben met onze dier, dat kan een kat zijn, dat kan een hond zijn, dat kan een paard zijn, dat kunnen in principe alle dieren zijn. Want ja, ieder mens is weer gek op een ander dier. En je voelt gewoon van, hey, ik heb iets speciaals met mijn hond, kat, paard. En ook op het moment dat ons dier dan overlijdt, dat we ook een intens verdriet hebben. En dat verdriet, dat gaat heel diep en zo intens. En mensen die niet zoveel met dieren hebben, die kunnen daar niets van begrijpen. Maar meestal voelt het nog erger aan als dat er iemand in je omgeving overlijdt, dus een mens. Omdat met een dier, hè, vooral met een hond of met een kat, daar ben je altijd mee samen. En ook de dieren die trekken naar ons toe en die kunnen je dan aankijken of ze dwars door je heen kijken, of ze je begrijpen, of ze weten wie je bent. En dat is ook zo. Maar ja, goed, hoe dieper de band, hoe closer je bent met je dier, hoe pijnlijker het is dus als ze overlijden. Maar het mooie is dat de meeste dieren die dus die close band met jou hebben gehad, die willen weer heel graag bij je terugkomen. En die staan eigenlijk alweer te popelen, totdat jij een ander dier neemt waarin ze kunnen incarneren. Dus dan komen ze weer bij je terug in een ander dier. En dat is zo mooi en bijzonder. Ja, en waar merk je dat nou aan? Dat het nieuwe dier wat je hebt, die heeft allemaal kenmerken van jouw overleden dierbare. Dat je denkt van, oh, nou, hij doet precies hetzelfde. Of zij heeft dezelfde maniertjes of dezelfde manier van aankijken. Hetzelfde gedrag. Dezelfde speciale dingen. Dat je denkt, nou weet je, dat kan ik niet verzinnen. En ik heb dat zelf ook mogen meemaken al diverse keren. En weet je, je vergeet nooit het dier wat is overleden. Maar dat overleden diertje dan toch weer bij jou is, dat zieltje in jouw nieuwe diertje, ja, dat maakt eigenlijk iedereen blij. Want het overleden diertje is blij, het diertje wat geïncarneerd is blij, jij bent weer blij, of misschien ook wel je gezin. En ik ga jullie ook een paar verhalen vertellen van mezelf. Ik had een hond, een Bouvier, en hij heet Spirit. En wat ik je net vertelde, met hem had ik dus een speciale band. Dat was zo intens en zo close. Hij begreep alles. Hij keek dwars om me heen. Maar ik heb meerdere dieren gehad. Ik heb katten gehad. Ik heb meerdere honden gehad. En natuurlijk hou ik van al mijn dieren. Maar met Spirit had ik iets dat ik dacht van ja, dit is niet normaal, want dit is heel erg paranormaal. Dit is speciaal. Dit is een speciale hond. Hij heeft ook mij uitgekozen. Ik heb hem niet uitgekozen. Toen ik naar het nest ging, kwam hij bij me liggen. Hij ging achter mijn voeten liggen. Zoiets van, ik ga niet meer weg. Als je maar weet dat ik het ben.
En ja, ook toen hij overleed, het verdriet was intens. Echt, ik heb nog nooit in mijn leven zo hard geschreeuwd en gehuild. Het was eigenlijk niet te dragen, voor mij niet althans. En wat ik meemaak in mijn werk met de mensen die ook deze band hebben met hun dier, ja, die hoor ik hetzelfde zeggen. He, dat verdriet, dat is zo intens dat, en dat duurt ook zo lang. Het is bijna, ja, weet je, of je hart eruit getrokken wordt, zoiets. Het is echt, ja, erg. Maar een fijn, en ik had nog een hond, Angel. En die is een paar jaar later overleden. En toen had ik geen honden meer. Toen had ik niks meer. Ja, en die vonden zonder dieren dat, ja, dat kan niet. Maar ja, ik dacht van ja, ik heb net twee verschrikkelijk verdrietige periodes achter de rug van het overlijden van mijn honden. Wil ik dat nog wel? Dus ik zei ook al voor een grapje tegen de mensen om me heen, nou weet je, ik denk dat ik dan toch maar liever een alarminstallatie neem. Want ik wil dat verdriet gewoon niet meer hebben. Maar afijn, en ja, de fokker van Angel en Spirit, die zei ook, Yvonne, je bent een hondenmens, je bent een bouffiermens, alsjeblieft neem weer een bouffier. Ja, ik dacht, ach, hij heeft wel gelijk. Hij zegt, bel nou die fokker bij jou in de buurt. Nou, en op een gegeven moment reed ik achter een bus, een blauwe bus, met het kenteken pup. Toen dacht ik, oké, nou ja, nu moet ik dus echt gaan bellen. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, hij zegt, ik heb net een nestje. Nou, wat goed zeg. En nou, allemaal foto's gezien. Hij had alle diertjes, alle hondjes, had hij een kleur gegeven. Een kleur. En voor hem heette dit hondje grey of blue of wat dan ook. En toen zei hij, nou, ik denk dat grey goed bij je past. Maar ja, ik voelde al van, volgens mij staat er eentje boven te springen die wil incarneren en is dat niet grey? Maar goed, ik dacht, ik moet het overlaten. Ik moet dat niet gaan afdwingen. Ik moet dat niet gaan manipuleren. Ik vertrouw erop dat het hondje wat bij mij past en wat spirit is, dat die bij mij komt. Toen was ik net verhuisd naar dit huisje. Nou, je ziet, alles is blauw. En de bus waar ik achter reed was blauw. En iedere keer kwam er blauw op mijn pad. Op een gegeven moment krijg ik een mailtje van de fokker. Nee, hij zegt, ik heb besloten dat blue bij jou moet. Mijn gevoel zegt dat blue bij jou moet. Nou, ik dacht, ik zit helemaal in de blue. En het hondje blue. Ja, ik zeg, dat is goed. Ja, ik dacht van, nou, als hij dat zo voelt, want hij is ook een gevoelsmens, ik denk, dan zal dat wel zo zijn. En nou, toen dacht ik, nou, dan moet ik alleen nog even een naam bedenken voor hem, want ik ga hem natuurlijk niet Blue noemen. En ik ging naar de sportschool en ik stond daar op de crosstrainer. En ik denk, nou, wat voor naam zou ik hem geven? Daar stond Spirit. Spirit zegt, hij moet Sol heten. Want het is mijn ziel. Ik kom bij jou terug. Nou, ik dacht, er hoef ik niet meer over na te denken. Dus nu heb ik Sol bij mij. En inderdaad, het is in vele opzichten een kopietje van Spirit. En het verhaal is nog veel langer en veel mooier. Maar ik wil het beperken voor jullie. Dit is zoals het gegaan is. En het mooie is, ik maak het ook heel veel mee met de mensen die met mij contact zoeken over een overleden dier. En ik zie ook heel veel bij deze mensen dat
of het diertje terug gaat komen, of het diertje is al terug bij hun. En het is zo mooi om te zien. Het is zo... Ik ben dan zo dankbaar dat ik dat mag zien, als helderziende. Dat ik dan zie van, ja, maar het hondje, of het poesje, of het paard, of de hamster, komt bij jou terug. Die staat alweer te springen om te incarneren. Dus alsjeblieft, neem een ander dier. Want een heleboel mensen waarvan het dier is overleden, die denken van, ja, ik moet niet gelijk een ander nemen, want hè, dat is niet eerlijk ten opzichte van de andere hond of paard of poes. Maar ik weet dat de dieren toch bij je blijven. Ze overlijden en ze blijven bij jou. En die vinden het prima als je weer een nieuw diertje neemt. En vooral als ze zeggen van, hey, ik kom weer terug. Ik wil alleen dat jullie weten dat dit bestaat. Dat dit heel veel voorkomt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik had Bobotje en Bobotje die had als gewoonte in de praktijk. Ik had onder de tafel had ik altijd een... Zo'n doos staan met tissues. Want ja, er wordt nog wel eens een traantje gelaten. En hij had als de gewoonte dat hij op bepaalde momenten, dan ging hij al die tissues uit die doos trekken. Hele rare gewoonte. Maar goed, hij deed dat. En toen kreeg ik Angel, puppy, klein. En die begon ook in die doos al die tissues eruit te trekken. Ik denk, oh my god. Ja, weet je, dat zijn dan zulke leuke dingen dat je denkt van, bijzonder. Hè? Hoe dat dan werkt. Dus dat je ook echt kan zien van, ja, dat was mijn overleden hondje. Of poes of paard. Dat er zulke herkenbare dingen naar voren komen dat je denkt, ja, weet je, dat kan gewoon niet missen. Dus weet het als je dier overlijdt. En misschien wil je wel weten van, hè, komt mijn hond, paard, kat, komt die bij mij terug? Of dat je wil dat ik contact maak met het dier. Dan kan je me altijd even contacteren voor een... Voor een consult. Hè? Op mijn website kan je er alles over vinden. Ook bij consulten en dieren. En het is gewoon heel mooi dat er dan iemand is die met jouw dier kan praten. En kan uitleggen hoe het zit. Maar ook dat je bijvoorbeeld met een bepaald dier een vorig leven hebt gedeeld. En dat een dier daarom weer juist bij jou is. Het gaat zo mooi en zo diep vaak. Dus, nou, wil je contact met je dier? Kijk even op mijn website.